De gemeente Wijchen en Druten kwamen woensdagavond samen om te praten over het verloop van hun samenwerking. Er wordt al een aantal maanden aan gewerkt, maar in de komende weken moeten echte stappen worden gezet. Eerder, vorig jaar, hebben ze zich al uitgesproken voor een fusie van de ambtelijke organisatie. Maar nu ligt dus voor hoe wij dat er daadwerkelijk uit willen laten zien. En om de raden mee te nemen in dat stuk, want het is een heel lijvig stuk en eigenlijk vooral ook een intern stuk, want het gaat erom hoe je je organisatie inricht. Ik denk dat de gemiddelde inwoner daar helemaal niet zo in geïnteresseerd is. En waar het om gaat is dat wij het werk wat we verrichten voor onze inwoners, dat we dat nog beter gaan doen en nog sneller gaan doen. En als het even kan, 24/7 ook gaan aanbieden. Daar hebben we een hele uitwerking van gegeven in dat bedrijfsplan. En daar hebben we gisteravond, samen met die raden en ook met commissieleden, op een informele manier hen een inkijkje gegeven. En daarnaast, en dat doen we sinds dat we naar elkaar hebben uitgesproken dat we veel meer met elkaar samen willen gaan doen, hebben we ook tijd ingeruimd om elkaar gewoon beter te leren kennen. Dus echt ook de kennismaking, zeg maar, verder te verdiepen. Het gaat echt in een razend tempo. Er ligt een hele hoge ambitie onder. Het betekent dat we eind maart besluitvorming hopen te verkrijgen van beide raden. En 1 januari 2018, dus dat is echt maar 9 maanden later, moet de nieuwe organisatie ook daadwerkelijk van start gaan. En dat betekent dat we nu al volop bezig zijn om de organisaties te integreren. En eigenlijk al meer dan een half jaar ook op heel veel terreinen samenwerken. En een van de leukste projecten waar ik ook heel veel energie zelf van krijg, maar ook heel veel van medewerkers ook hoor dat het een ongelooflijk leuk traject is om te doen, is dat we bezig zijn met onze dienstverlening en hoe we dat nog meer ook richting de burger weten te brengen. Dat we onze taalgebruik, dat we dat aanpassen, dat we ophouden vanuit dat ambtelijke te spreken, maar gewoon in normale mensentaal onze brieven schrijven en ook praten. En dat noemen we B1, dat is het taalniveau waarop we dan willen ons willen uiten. En daar hebben we een training voor opgestart voor zowel de Drutens als de Wijchense medewerkers. Die zitten ook gemixt aan tafel, waardoor ze elkaar ook weer beter leren kennen. En dat is gewoon ontzettend goed om te doen. En ik hoop ook dat de burgers langzaamaan nu ook al daar de effecten van gaan zien.